liever deeën als slaaf. Die kreet verwees naar de tijd van de Friese vrijheid en steed model voor de typisch Friese cultuur aan de eind van de middeleeuwen. Het wie hier in Friesland wat oors regelen als in Oorland. De wie geen centraal gezag liggen ze in een land om eens heen en een elite van hege adel die wie drekkel net. Greven en hartogen die heen wie je net in Friesland. De macht hier die wie in handen van haatlingen, hoofdelingen, dat wie een meisje niet wennen in sterke stenen en die het eigen Lietse leger gezien. Haar macht rekte vaak net verder als een Lietse gebied om het eigen wenplak heen. Deze situatie had uiteindelijk laat daar een ongeboos in de street tussen twee groepen meisjes. De skieringers en de vetkepers. Een echte winnaar is er neerkomen, maar de chaos maakte wel duidelijk dat het verlet weer van een echte baas. En die kwam ook. Ja, want in 1498 kwam hier een boeteloze hartog met zijn gezag. Albrecht van Saksen. Het weer dien met de Friese vrijheid. Van Noord-Italië onder Duitsland en de lege landen, inclusief Friesland, strekt hem het machtigste loon uit van de lette middeleeuwen. Het hillige Roomse Rijk. Het Rijk bestiert door alle gedeelsteden met een eigen adel die ter de baas is. En binnen dat Roomse Rijk houden de Friezen een min of te meer zelfstandige positie met een soort vrijheid. Vol binnen er in Friesland loonsgemeenten. Dat zijn gebieden dat grondbezitters met een waargeerwerkje. Het oude Oostergoe en Westergoe jaren dat daar. Maar ik ontstaan bij gelijks de loonsgemeenten Kolmerloon, Achtkarspelen, Smellingerloon, Opsterloon en Stellingwerf. Al deze vrije loonsgemeenten willen van mij een waargeerwerk. Ze dachten dat in het Boem van de Opstalbeen. Dat is de naam van een heuveltje in Eerst Friesland. In Duitsland dus. Hier komen de verzintwurgers van de Friese gebieden een skoft lang bijenwaar op de Tiesje Neupinkster. Dit wordt het onder de mei 1327. En dan horen de bijeenkomsten op. De gebieden tussen Zuiderzee en Wezer gaan elk weer haar eigen gang. De Friese vrijheid wordt van verschillende kanten bedriegen. Willem IV, de machtige greve van Holland, die was zijn gezag ook in Friesland vestigd. Uit Enkhuizenwaai stekt er maar honderden soldaten de Zuiderzee oer. Ze willen eerst het klooster van Starum veroveren om dit te broeken als vesting. Maar bij Wijs werden ze ongevallen door de Friezen. De Hollandse soldaten dragen zware harnassen, dat ze net zo hard rennen kennen. En in het sompige loon om het Reerklif innen worden ze verslaan. Ek Willem IV zelfs komt om het leven. Maar de grootste bedrieging van de Friese vrijheid komt misschien wel van binnen uit. Eind 14e eeuw ontstiert gaande wei een burgeroorlog tussen de Friezen. De Friezen die haar verdelen in twee kampen. Skieringers en vetkepers. En niemand weet hoe die namen nou krijgt ontstaan binnen. En niemand weet hoe die strijderage krijgt begonnen is. Maar een belangrijke oorzaak luidt vanzelfs in het gebrek aan een sterk centraal gezag. De meeste macht is dertig in handen van haatlingen. En haatlingen, dat zijn rijke groenbezitters. Die wij op stezen, grote versterke huizen, een soort van minikastieltjes. Ze haar privéleger gezien tjeest en haar de macht over een Lietse gebiedje. De haatlingen haar ek vaak spul onderling. En in alle verschillende verbanden vuchten ze muilkoord en schindelkoord. Zo ontstaan er gaande wij twee groepen die het haar dus skieringers en vetkepers nemen. De strijd tussen de skieringers en de vetkepers duurt zo'n 100 jaar. Elke deelnemende groep had zijn eigen macht, zijn eigen belangen, zijn eigen vrienden en vijanden. Op verschillende plakken lag het zo nou en dan de strijd volop. In Gasterloon, in Dongerendiel, in Grijs, in Eerst Friesland. Dat liep het geen eind aan te komen. Uiteindelijk griep de keizer van het hele Roomse Rijk in. Hij stuurt in 1498 een gouverneur naar Friesland daar, Albrecht van Saksen. Dat is mooi op uitnodiging van de skieringers. Albrecht van Saksen herstelt het gezag van de keizer en maakt het een eind aan de twisten tussen de skieringers en de vetkepers. De tijd van de Friese vrijheid is dan definitief voorbij. De kreet liever deer als slaaf is pas letter betocht en aan deze tijd verboen. De Friese vrijheid is dan al te nijn, maar in haar geest, zou het letter zijn, bleven de Friezen altijd vrijmoedig en vrijdenkend. Friesk en vrij.